Wanneer was het moment voor jou dat je dacht, hey, kijk, dit kan best wel eens een keer kloppen? Nou ja, toen ik hem gelijk zag, dacht ik, oké, hij is wel knap en er zit wel potentie in. Ze zei, hij is wel lekker, hoor. Ja, dat zei ik. natuurlijk ga je dan de hele... Ja, je gaat de huwelijksreis. En eigenlijk, toen hij jarig was, zijn we uit eten gegaan. En toen waren de camera's weg. En toen dacht ik, oh, ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. Mm-hmm. Maar ik moet het wel nog gaan voelen zonder camera's. Want ja, je ligt gewoon onder de loep en... Ja, iedereen kijkt mee. Wat gebeurt er dan met je als je onder de loep ligt van die camera's... waardoor je dat niet kon loslaten? Ik kan er wel iets bij voorstellen, hoor. Maar... Nou, ik zat vooral heel veel in mijn hoofd. Ik ging alleen maar nadenken van, oké, is dit nu omdat er een camera bij is? Is het nu omdat het bij het programma hoort? Maar wat voel ik nu echt? En toen ben ik eigenlijk gewoon in gesprek gegaan... ook met jou daar open geweest van, oké, wat voel ik nu? En toen waren die camera's weg en toen gaf het die bevestiging van... het is goed, het zit goed. Wij noteren even voor volgend seizoen camera's vaker weg. Ja, ik weet het. Maar hoe was dat voor jou? Nou, ja, weet je, ik... Was het ook op dat moment of was het eerder? Nou, het was zeker op dat moment. Maar ik denk dat dat wel een besefmomentje is geweest... van dat ik het misschien al wel eerder voelde. Maar je gaat toch gewoon een beetje cool doen. En je wil niet gelijk te hard van stapel lopen. Ja. Maar ja, op het moment dat zij tegen mij uitsprak... dan kon ik ook wel een beetje die coolheid een beetje laten zakken. Ja. En het toch wat meer toelaten. Maar toch hebben we het wel heel geprobeerd. Ja, ik denk dat we stiekem buiten de camera elkaar wel wat leuker vonden dan ervoor. Dus omdat we wouden toch wel een beetje temperen. Ja. Ja, ook niet te zorgen dat iedereen te hard van stapel loopt. Dan denk ik van, oh, misschien gaan hun wel te hard. Maar ik zag het wel, hoor. Ja, jij ja, ja, wel, hè? Ja. Ja, ik vroeg op een gegeven moment, zijn jullie intiem geweest? En zo, nee. Het straalde uit van alle kanten van jullie af. En dat was dus eigenlijk al voordat het iemand anders iets kreeg te zien... waren ze dus al intiem geweest en dat laat je dan, ja... Dat weet ik natuurlijk tot op de dag van vandaag niet. Maar nee, dat straalde wel een beetje van ze af. Ja. Het zou zomaar zo kunnen zijn. Ja. Maar op de huwelijksreis zag ik gewoon heel veel... ja, eigenlijk over en weer sparkelen tussen die twee. Dus dan dacht ik, ja, dat moet... Dus dan, jullie worden met elkaar geconfronteerd en gaan meteen trouwen. Ja. En, maar het is ook wel wat. Jouw vader en jouw zus zijn hier. John, Marloes, voor jullie kregen opeens... daar kreeg een schoonzoon tevoorschijn, kwam daar. Daar was hij dan ineens. Daar moest het mee doen, nee. Hoe was dat, Marloes? Ja, ik zag hem voor de eerste keer en... ik dacht gelijk, dit zit wel goed. Ja? Ja, dat voelde ik wel. Je kent je zus natuurlijk supergoed, maar waarin zag je dat dan? Nou, hij zag er gewoon goed uit. Een vlotte babbel. Mm-hmm. Ik had niet het idee dat Jantien... Tegen wil en dank daar zat voor dat tv-programma. Nee, ze vond echt, dat was echt iets wat klopte. John, hoe was dat voor jou? Ja, even wennen. Ja? Ja. Verlaatst, ja. Leuk jong, op het eerste gezicht. En, ja. U lijkt me een makkelijke vader. Ja. Heel goed, zo moet het ook. Niet moeilijk, hoor. Je mag er nooit iets over zeggen, eigenlijk. Nee, en hebben jullie nu ook al diners samen gehad? Dat jullie, die kerst? Stiekem, ja. Ja, want dat is wat. Want jullie mochten voor het eerst pas nu naar buiten komen. Ja. Hè? Ja. Hoe was dat die hele periode? Nou, ik vond het wel moeilijk. Ja. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om samen te zijn. Maar je zit wel in één kamertje met z'n tweeën. En het is natuurlijk hartstikke gezellig. Je doet het spelletje. Maar op een gegeven moment ben je ook wel een beetje klaar met de ruimte. Ja. En wil je juist met elkaar gezien worden. Gaan we aan elkaar een beetje irriteren nou, af ja, en toe. Je komt, oh, ja. Ja, ja. Ja, je komt en wel. En ik ben ook niet altijd even gezellig. Dus nee. Ik lijk wel heel gezellig altijd. Maar als je mij te lang in een kleine ruimte zet en ik kan niet zoveel doen... dan word ik ook wel een beetje vervelend. Ja, dus ik sta er helemaal niet bij stil. Dat je in een normale relatie gewoon rustig aftasten. Af en toe zie je elkaar een beetje met elkaar appen. Maar jullie meteen baf, bosje bovenop elkaar daar. Ja, nou ja, dat gebeurde ook. Maar ik bedoel... ik bedoel je zit natuurlijk gewoon behoorlijk opgesloten. Ja, dus dat was lastig. Wel een beetje gezellig houden. Ja. En wie was daar in het lastigst? Was jij het lastigst? Nee, allebei. Allebei. Maar jij iets meer, denk ik. Ja. En dan ook de manier waarop jullie elkaar moesten ontmoeten. Ik heb gezien dat jullie met helemaal vermommingen dat deden. Ja. Hoe was dat? Spannend ook wel. Ja. Want... En wat is dit? Nou ja, ik zette de auto dan bij zijn ouders neer. En dan ging ik achter in zijn auto liggen om weer bij hem thuis te komen. Ja. En dan snel naar binnen te rennen om niet gezien te worden. Mm-hmm. Dus ik had af en toe een andere vrouw. Ja. En zo kwam jij bij mij binnen. Ja. En we zijn ook dan echt mensen, want jullie werden natuurlijk flink herkend, denk ik. Ja. Zo. Ja. Mensen die erachter willen komen. Ja, 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 ze willen alles weten.